Een hele goede morgen. We zijn hier in het stralende zonnetje bij het Weeshuis, een van de oudste panden in Monnikendam. En in het Weeshuis zit de Stichting Philadelphia. En dan heb ik hier naast mij degene die hier de boel een beetje besteert. Stel u eens even voor, alstublieft. Ik ben Ria Overmeer. Ik heb het hier min of meer opgezet. Ik ben hier begonnen met één cliënt. En langzamerhand hebben we ongeveer 25 cliënten hier die dagbesteding krijgen. En wie zijn de cliënten? De cliënten die komen uit Amsterdam. Dat zijn mensen met een beperking, met Down of autistische stoornis of psychiatrisch. En die komen hier in Monnikendam voor dagbesteding. Een aantal komen hier uit Monnikendam, een aantal uit Purmerend en een aantal uit Amsterdam. En wat doen ze hier de hele dag door? Ze doen de hele dag door. Een aantal die doen de horeca. De theetuin is weer geopend. We hebben hier ook vergaderingen van de KLM en van banken en de politie. Die komt hier ook heel vaak. En dan verzorgen wij de lunches en dan hebben ze een eigen trainer mee. En die komen hier graag. Iedere keer komen ze ook weer terug. Dan hebben we een houtatelier en daar maken ze hangmatten en armbandjes en... Nou, allerlei dingen van breien, haken, meestal van waardeloos materiaal. En dan hebben we een glasatelier en over dat glasatelier wil ik even iets vertellen. Want de cliënten komen vaak binnen dat ze gehoord hebben van nou, weet je wel, ik kan niks en ik ben niks. En dan komen ze in het glasatelier en dan leggen ze wat stukjes glas hierop. En dan vanzelf gaat het in de oven en dan wordt het zo'n bordje. En dan zijn ze zo trots. Dan zie je ze echt in hun kracht komen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. En dan gaan mensen soms ook nog die bordjes kopen. Nou, dat is echt een feest. En dan, het leuke is, dan durven ze ook meer. Kijk dan zoals die zwaan, die hebben ze gemaakt. En ze maken ook grote borden. En dan, wat de laatste tijd waar ze mee bezig zijn, dat is ook helemaal mooi. Dat zijn vogels of andere beesten. Nou, je ziet ze groeien en je ziet dat ze zo ontzettend trots zijn. Het is zo'n kwetsbare groep. En als je dan gewoon gewaardeerd wordt om wat je doet en om wat je bent. En dat is eigenlijk ook waar we hier eigenlijk de hele dag mee bezig zijn. Dat ze trots zijn op zichzelf, dat ze trots zijn op hun werk. En dat, nou, uiteindelijk dat ze groeien. We krijgen. Ze staan in hun kracht. En ik zie ook nog naar een hele mooie dingen hangen. En ik zie ook een kano op de achtergrond. Wat is dat? Nou, de kano's, dat is een hele iets nieuws. Die hebben we gisteren gekregen. Daar zijn we enorm blij mee. Het zijn 5 kano's voor 2 personen. En je kan hier dan een kano huren. En je kan lekker een picknickmand meekrijgen. Of je kan lekker een kopje thee of iets anders doen. Dus we zijn ontzettend blij dat we gisteren hebben gesjouwd. En het zijn hele nieuwe kano's. En nou, dat wordt ook een nieuwe activiteit. Waar de cliënten dan ook bij kunnen begeleiden. Dat klinkt allemaal goed. En vandaag is het ook nog wel een bijzondere dag. Want allemaal mooie kraampjes in het Weeshuis en hier in de tuin. Leg eens uit alsjeblieft. 2 keer per jaar hebben we de markt. Dat is met kerst en dat is met het voorjaar. En nou, ik liep gisteren door Monnikendam en allemaal mensen die al wisten dat ze de voorjaarsmarkt was. Ze waren bij bedrijven geweest, hier hadden ze posters opgehangen. Ze hadden iedereen aangeklampt. Het was laatst hier stemmen. En toen, ik denk dat iedereen die binnengekomen is wel gehoord heeft, komt u op de voorjaarsmarkt, komt u op de voorjaarsmarkt. Dus dat is echt ontzettend leuk. En daarvoor doen we het ook. Ook omdat ze mensen dan kunnen zien, wat doen wij. En voor de cliënten is het echt een super dag, want ze verkopen hun spullen. En ja, we maken er echt een feestje van. Hartelijk dank, Ria. Dat klinkt heel goed. En nou zie ik hier een prachtig stel. Hebben jullie ook mooie dingen gemaakt? Nee, ik maak geen dingen. Ik sta nu alleen in de spoelkeuken. Oh, dus u zorgt dat alles schoon wordt? Ja, inderdaad, ja. En u zelf, mevrouw, wat doet u? Ik verdien van Bart. Oh, en bent u hier vandaag alleen speciaal voor Mart? In de print werk ik bij Gerrie Kleedmanlaan. In de Gerrie Kleedmanlaan, ja. En waar zit dat? In Slotermeer, hè? Nee, hoe heet het nou? Tegenover Lucas. Tegenover Lucas ziekenhuis. Wat een feest. We gaan nog even met andere mensen ook praten. Bedankt, hè? Ja, ja hoor. Dankjewel. Ja. Ben ik met pet of zonder pet? Doe maar lekker met pet, want ik vind dat je er persoonlijk heel erg cool uitziet. Ja. Ja, besteed je daar extra aandacht aan? Ja. Ja? En waarom deze mooie pet? Ja. Ik heb vroeger
Ik heb vroeger ook gewerkt hier. Ja. Bij het weeshuis. Ik heb heel veel dingen gemaakt. Wat heb je zo gemaakt? Ik heb een glas gemaakt van mijn vriendin. Oh, je ziet er niet alleen cool uit, je bent ook cool, want je hebt gewoon echt liefde gevonden. Ja, omdat ik heel lang verkeering met Celine. Ja, dat klinkt helemaal goed. En werk jij hier ook of heb je hier ook gewerkt? Nou, ik ben sinds pas binnenkort weer teruggekomen hier. 3 dagen officieel bij het glasatelier. En we hebben net begonnen om dingen van glas te maken. Heb je ook iets wat je ons kan laten zien wat je hier ligt en wat je hebt gemaakt? Ik kan het ook vertellen. Ja? Ik heb een paar onandere taarschotels gemaakt. En wel, heb je dan mooie kleuren gebruikt, speciale kleuren, of hoe ga je dan te werk? Vooral met glas. Ja. Met glas en zo en met staafjes en met dat soort dingen eigenlijk. Lieve kijkers. Jullie doen het hartstikke goed. Ik ga even kijken bij al het moois wat jullie hebben gemaakt of wat jullie voorheen hebben gemaakt bij de kraan. Ja. En ik heb ook... Ik heb ook vroeger met Michiel samen gewerkt. Jullie zijn vrienden. Ja, we zijn vrienden, ja. Ook. En collega's en vrienden. Ja. Zo is het. Een beetje van alles eigenlijk. Goed zo. Ik ga kijken, goed daar. Ja, goed, gaan jullie mee? Ja. Ik heb er onder andere dit gemaakt. Deze panter. Wat je hier vooral ziet, dit is een schotel. Waar je voor alles kan gebruiken. Dus, en daar moet de panter erop. Ontzettend mooi. Ik vind het echt prachtig. En Mark, jij had ook nog iets moois gemaakt, ja. Toch? Laat eens zien. Nou, ik heb hier een dode duck gemaakt. Die heb ik tenminste, je weet het wel, hè, staafjes gemaakt. Met zwarte staafjes. En dat is tegenwoordig heel makkelijk te doen. Dan doe je hier een witte poeier erop met blauwe ogen. Ze hebben een gele mond, een rode strik. En je hebt hier nog een blauwe nek. Hey, laat hem eens even goed zien voor de camera. Nou, hier heb ik een dolle duck gemaakt in mijn eentje. Dat is heel mooi, hè? En hiernaast mij wordt gewoon nog even Donald Duck nagedaan, hè? Doe het nog even en dan zijn we hier klaar. Goed. We hebben ook... José, wat ben je allemaal aan het maken, schat? Ik ben eieren aan het doen voor de eierensalade. En voor de toosjes. En werk je altijd in de keuken? Zeker. Ja. Ik werk altijd in de keuken met Joost samen. En wie is Joost? Joost is de chief. En waar staat hij? Hij staat naast mij. Oh, nou ja. Hey, hallo Joost! Ja. Nou, wat een toevallig! Nou. Dit had ik niet verwacht hoor. Nee. Nu eitjes en ik zag net ook appeltaart. Ja, ja, appeltaart. Nou, vertel eens, José. Joost had bij een kraampje voor Afrika, want er staat iemand voor Afrika voor een goed doel. Dan had hij een appeltaart dingetje gewonnen. En hebben we een hartje en dan gaan we een appeltaart voor die persoon terugmaken. Ja, neem de camera eens mee, laat het zien. Kijk, die zit in. Die hebben we gewonnen. En dan gaan we dan voor die persoon maken, voor terug doen. Want die hebben we gewonnen met loodjes verkopen voor Afrika. Goed. Hé, maar jij bakt volgens mij een heleboel appeltaarten door het jaar heen. Ja, wij maken altijd dagelijks appeltaarten en er kan ook besteld worden. Een kleine kost €10 en een grote kost €12,50. En moeten de mensen dan de dag van tevoren bellen of hoe kan je... Ja, dat is wel verstandig, want dan weten we hoeveel we moeten maken. Maar het is altijd super om te bestellen, want ze zijn super lekker. Ja, ik heb net geproefd. En wat vindt u ervan? Heerlijk. Ja, smaakt naar meer, hè? Ik heb wel. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, top, hè? Sini, ja, ik kom even achter je prachtige kraam. Hallo, lieve. Ja, wat ben je allemaal aan het verkopen? Nou, wij zijn niet aan het verkopen. Wij zijn een tombola, een ouderwetse tombola. Ja. En dat is omdat
voor Tembeletu. Dat is een project waar Pim al eerder mee bezig is geweest met ons. In de prachtige mooie kerk hebben ze gezongen, zijn de Afrikaanse mensen geweest. En Tembeletu betekent hoop. En het is zo dat ik al 10 jaar lang contact heb met Tembeletu. 10 jaar geleden ben ik voor het eerst geweest, kan je daar op de film zien. Ben ik daar voor het eerst geweest en ik ben al 7 keer terug geweest in Afrika. En ik ben daar voor de weeskinderen. Echt voor de kindsgezinnen. En het is dus dit jaar 10 jaar. En het mooie ervan is dat er een kinderkamp weer gaat komen. En dat ben ik financieel aan het steunen. Hier, dus vandaar al die loodjes. En ja, dat wordt een groot feest. We gaan met juni gaan, mijn man en ik, dus weer naar Afrika. En dan kan er weer, net zoals 10 jaar geleden, een kinderkamp. En dan komen echt weeskinderen uit 30 dorpen, 120 kinderen. En dan is het een week eten, 2 keer per dag mogen ze dan eten. Dat is voor die kinderen heel bijzonder. En dan is er sport, een spel en informatie over aids-problematiek daar. En daar verheug ik me ongelooflijk op. Dan is het vandaag wel toepasselijk dat in het weeshuis vandaag je loten verkoopt, terwijl het voor de weeskinderen in Afrika is. Ik sta hier al 10 jaar in het weeshuis. Ja, dit is echt ongelooflijk wat ik hier mag doen. En ze zijn hier zo ongelooflijk lief. Ja, 10 jaar geleden dat ik voor het eerst in Afrika ben ik gelijk begonnen. Ik sta in Broekematerland op de markt, in de grote kerk in Edam met goede doelen. Ik ben nog steeds niet zat en het is nog steeds geweldig. En 15 juni vertrekken we naar Afrika, mijn man en ik, naar het kinderkamp. Heel mooi, veel succes, hè? En plezier. Dank je wel. Oh, dank je wel. Dag hoor. Wat ben je hier vandaag aan het doen? Ik ben sokjes aan het verkopen. Aan het verkopen of aan het kopen? Nee, aan het verkopen. Heeft u die zelf gemaakt? Ja. Ja? En wanneer werkt u aan de sokjes? Thuis? Thuis, ja. Vindt u dat leuk om te doen? Ja. Ja? En heeft u al sokjes verkocht? 1 paar. En de dag is nog niet om, dus het gaat vast nog wel goed. Straks. Ja. Laat eens zien, mag ik kijken? En hoe lang doet u erover om eens zo'n sokje of zo'n paar sokjes te maken? Een dag. Handenarbeid, hartstikke mooi. Dank u vriendelijk. Dag mevrouw Keesman. Hey, hallo, mevrouw van de PIN. Ja, wat bent u allemaal? Ik heb je wat, een tijd gezien zeg. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, we gaan niet over politiek hebben. Nee, over de mooie stand alsjeblieft. Ja, wat verkoopt u allemaal? Nou, ik ben ooit begonnen met bij een mevrouw die les geeft in antroposofische poppen. Dus dat zijn poppen die helemaal van katoen en natuurlijke materialen en schapenwol gestopt. En dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Dus de poppen is zeg maar de basis en daarbuitenom heb ik andere dingetjes nog gemaakt. En speciaal voor de voorjaarsmarkt heb ik schaapjes gemaakt van schapenkaarten, van schapenwol. Ja, nou ja. Het ziet er allemaal heel schattig uit. Volgens mij ben je er dan ook heel druk mee. Ja, dit is wel een ding. Ik ben daar het hele jaar door mee bezig, zeg maar. Ik kan niet zo goed op de bank zitten en niks doen. Nee. En is dit de enige keer wanneer je dingen verkoopt? Ik sta hier ook altijd op de kerstmarkt. En ik heb aan huis, zeg maar, een kamer en dat is een beetje een winkeltje geworden. Dus mensen die me kennen en die een kraamcadeautje nodig hebben bijvoorbeeld, komen ook wel bij mij aan de deur. Ja. Leuke bedrijvigheid. Ja, leuk. Ja, dank leuk. Je wel. En mijn droom is een winkeltje. Oh, echt? Ja. Maar ja, dromen zijn altijd goed, hè? Ja. In Monnikendam? Nou, het zou helemaal leuk zijn. Ja. Ik ga gewoon mee duimen dromen, toch? Ja. Ja. Dank je wel. Oké. Ja, een prachtig. Wat is het? Het ziet er prachtig uit. Dit is de lijnbaan van de touwenslagerij. En hier draaien we op ambachtelijke wijze touw in elkaar. En daar maken we springtouwen van. En we vervaardigen producten van voor hangmatten. En dan gebruiken we de eindtouwen, draaien we hier ook in elkaar. Dus alle touwtjes knopen we aan elkaar. Hier ga je dan zo draaien. Ja, en door het draaien krijg je spanning op het touw. En draai je alle kleine touwstrengen die draaien in elkaar. En dan krijg je, dit is het eindproduct dan. En dan weten we meteen waar de lijnbaan in Monnikendam naar vernoemd is. Ja,
inderdaad. Dat is naar dit. En vroeger in Monnikendam hebben we er ook twee gedraaid. En nu zijn wij er nog. Ja? Ja. Mooi. Ik kom even bij jou kijken achter. Want ben jij altijd met de touwen bezig dan? Ja, als ze me vragen, dan ga ik helpen met touw draaien. Dan ga ik aan dit wiel en dan ga ik zo, draai ik zo aan het wiel zo. Is het hard werken? Want het ziet best wel zwaar uit. Ja, het is wel zwaar en het is wel hard werken, ja. Ja. En wat vind je het leukst om te maken daarna? Hangmat of een springtouw? Nou, hangmat, ik doe het met hout. Oh, met hout eigenlijk. We hebben ook hout boven, we hebben zo'n trap naar boven. Ja. En dan, daar doen we allemaal met hout werk. En daar ben ik van. Wat goed. En wat maak je dan? Ik ga met hout branden. Ga ik eerst er wat optekenen of iemand doet het voor mij erop tekenen. En dan ga ik het met een brandapparaat het hout branden. Heb je deze mooie brosjes ook gemaakt? Nee, die heb ik niet gemaakt. Nee. Maar het is wel hetzelfde, hè, met het hout branden wat je bedoelt? Ja, hetzelfde. Ja. Dankjewel, goed. Ja, graag gedaan.